Vorige week is natuurlijk Marvel Spider-Man verschenen op de PlayStation 4 en dat is een open world vertier als geen ander, tenminste als ik de review van onze aanbieder mag geloven. Hoe dan ook, omdat het zo'n topgame is en omdat die recentelijk gelanceerd is, dachten we bij Gamersnet, daar gaan we een leuke prijsvraag van doen. Ja, je zag het staan in de titel, we geven een mooie goodie bag rondom Marvel Spider-Man weg. Het gaat hier om deze mooie PlayStation tas en daarin vind je onder meer een Spider-Man stressbal, een notitieblok, een soort van pop-up stand voor je smartphone en natuurlijk een t-shirt met het Spider-Man logo daarop. En ja, we hebben 5 van deze pakketjes en we hebben 3 M'tjes en 2 L-maten voor die t-shirts. En dan vraag je nu natuurlijk af, hoe maak ik kans op dat prachtige pakketje? Nou, zeer simpel, je gaat naar het prijsvraagbericht op gamersnet.nl als je daar niet nu al bent. En dan laat je een reactie achter met jouw zelfbedachte Spider-Man kostuum. In welk pakje zou jij Spidey eens een keer willen hijsen? Vertel het ons, geef ons door welke maat je zou willen, een M'tje of een L'tje voor het t-shirt. En wie weet win je volgende week dan wel een mooi goodie pakketje van Spider-Man van Marvel. Maar vergeet ook niet, als je nou even doorslingert naar gamersnet.nl, zul je ook zien dat we daar onze eigen input op diezelfde vraag doen. Jawel, we hebben een videoreeks waarin we onze eigen Spider-Man kostuums gaan maken. En als je daarop stemt, kun je automatisch laten weten wie van ons moet winnen. Want we hebben 3 redacteuren die elk hun eigen Spider-Man adaptatie maken. Het is een hele leuke video, check hem. En anders kun je natuurlijk ook gewoon lekker doorklikken naar de videoreview of de review van Amador over Spider-Man. En dan leer je automatisch waarom je dit goodie pakketje precies zou willen winnen. Nou, hopelijk zien we jullie snel op gamersnet.nl. En dat is natuurlijk niet alleen voor alles met Spider-Man, maar ook al het laatste game nieuws, trailers, reviews, previews. We doen een heleboel gekke dingen. Dus hopelijk tot snel op gamersnet.nl. Hopelijk zien we je op de website en blijf je lekker kleven in ons warme web van game informatie en entertainment. Klonk minder fout in mijn hoofd.